die met je? Goed man, goed. Goed, man. Je ziet er ook chillings uit. Standing uit vandaag. Ja, dankjewel. Dingen met je en alles. Ja. Ik mocht geen zwart en wit aantrekken, dus rood is goed. Ja toch? Ja. Leuk man. Ja. Hey, de meeste mensen die kennen jou natuurlijk als Mokromaniac. Ja. Hoe is uiteindelijk die verandering zeg maar, plaatsgevonden richting Mani toe? Hoe is dat, zeg maar, hoe is dat proces gegaan? Kijk, om eerlijk te zijn, ik heet al Mani sinds dat ik als Mokromaniac al als artiest doorging. Ja. Had ik al Mani, Mani Baby, dubbel M, dus die namen ging ik al pushen. Maar ik heb Mokromaniac verzonnen toen ik 17 was en ik vond die naam, je weet toch, ik vond het... Toen je 17 was? Het heeft wel iets, Mokromaniac. Het is wat me heeft gemaakt en ja. Iedereen kent me als Mokromaniac, maar... Ik vond gewoon dat het volwassere tintje moest krijgen. Je weet toch, Mani? Mani is toch wat volwassener. En heeft Mani dan ook een andere stijl qua muziek? Nee, Mani is gewoon Mokromaniac, ja toch? Maar je ziet ook meer artiesten die dat hebben gedaan, toch? Die hun namen. Je had bijvoorbeeld Lijpen Nu, dat was vroeger Lijpen Mokro. Klopt. Weet je, is dat ook misschien Murda Turk? Die is nu gewoon Murda. Kijk, ik wou ook is gewoon. Ook tactisch, ik wou, zeg maar, ja, ik wou ook eerlijk gewoon. Ik wou ook gewoon die. Je weet toch, iedereen weet nu dat ik Mokro ben. Dus ik wou dat eruit halen gewoon. Ja. En Mani. Mokromaniac klinkt een beetje, je weet toch, toen die Mokromafia ding kwam, werd ik ook vaak verward met dat. Dus ik wou het niet meer verward worden, ja toch. Ah. Hé, hey, Mokromafia, hoe gaat het? Mokromaniac. Ja, dat is, ik snap hem wel. Er kwamen ook veel positieve reacties op het nummer Terminator. Ja. Wat je, volgens mij vorige week bracht je die uit. Klopt. Maar ik las ook in de comments dat mensen je oude flow missen. Snap je wat mensen bedoelen daarmee als ze zeggen, ja, we missen jouw oude flow? Ik mis 2018 ook, 2017 ook, maar nu zijn we 2019 en we moeten door. Begrijp je, broer? Wat oud is, is oud. Ik moet me ook vernieuwen. Ik wil me ook steeds, ik wil ook gewoon laten zien dat ik meer kan dan dat. Weet je? Dus daarom doe ik nu andere dingen. Misschien, sommigen vinden het minder, maar ze moeten even geduld hebben. Want ze moeten eraan wennen. Ik gooi ook allerlei dingen. Je weet toch, het is niet maar één sound. Dus ik probeer variaties te doen. Ja, precies. Ja, toch? En als we kijken naar de toekomst, zijn er nog plannen die klaar liggen? Want we wachten natuurlijk wel op dingen. Want bijvoorbeeld, je bent al een tijdje bezig, klopt, maar je carrière kent één soloalbum. Klopt. Dat is een Maniac en die kwam uit in 2019. Eigenlijk mijn carrière kent een Hydro Boys mixtape. Ja, oké. Een Maniac mixtape. En maar als we echt kijken naar albums? Heb ik één album met Fresco daarvoor gedaan. En toen pas mijn album. Ja, dus ik ben niet helemaal stil geweest in de tijd dat ik naar mijn album toe. Ja. Maar het is wel, mensen zouden wel meer verwachten van mij alleen, denk ik. En ik weet niet, man. Er komt nu nog een EP'tje aan, toch? Kijk eens. In de zomer. Dus ik ben wel sinds ik mijn album heb gedropt consistent bezig. Ja, zomer staat vast? Ja, zeker. Oké. Je was natuurlijk, wat je zelf net al aangaf, member van Hydro Boys. Ja. En daar hebben we ook beelden van. Een classic, hè? Ja, is een classic. Echte classic, toch? Man. Jawel. Mis je die tijden als je nu dit zo terugziet? Het waren leuke tijden, sowieso. Ik mis bepaalde dingen van die tijden, sowieso. De gezelligheid en ja, toch, dat is gewoon leuk. Met optredens lijkt me wel nice als je gewoon je boys bij je hebt. Is het nu anders nu je solo? Het was gebalanceerd. Bent? Iedereen had zijn taak. Nu heb je toch alle druk op jou. Ja. En dat is toch wel anders. En wat doen die boys nu? Want van Hydro hoor ik af en toe wel iets. Maar RQS heb ik een tijdje niks van gehoord. RQS zie ik nog wel in de buurt af en toe. Ik weet niet precies wat hij doet. Okay. En Hydro ook niet. Dus okay. Maar met muziek zijn ze niet echt super actief. Ja, dat valt te zien, man. Ik hoor ze niet, ik zie ze niet. Ja. Maar wie weet. Ja. Ooit. Is er misschien ook nog een kans dat jullie ooit bij elkaar weer komen en een track gaan maken of iets? Is die kans daar, denk je? Nee, man. Ik denk misschien. Nee, man. Misschien met RQS wel. Met RQS wel. Ja. 2 weken geleden plaats je de volgende quote op Instagram. Met ook een caption erbij. Ja, they man. Act like they wish me well, so I act like I believe them. Ik ga je eerlijk zeggen, dat is gewoon een part of the game, man. Ja. Dat is als je in deze je weet toch, entertainment business, wat dan ook, dan is dit sowieso iets wat er is. Ja. Maar wat was het moment, want je hebt dit gepost, was er iets gebeurd waardoor je dacht, hé, nu ben ik er klaar mee? Jawel, dat is sowieso, je weet toch, maar ik ben niet, ik wil het niet helemaal precies linken naar dat, maar sowieso gebeuren de dingen, je weet toch, en niks gaat sommige dingen gaan niet volgens plan, en je weet toch, en je weet ook niet precies wat daarachter staat, dus soms laat je die emotie even wat zeggen daarom, begrijp je, maar het is misschien niet zo bloedserieus. Op een neutrale manier. Op een neutrale manier, ja, je. Ja. Heeft het eigenlijk gewoon over de hele scene, niet over... Eigenlijk wel. Niet iedereen, ook wat ik ervaar. Ja. Maar
anderen zullen het vast ook ervaren. Mm. Ja, ja. En als we kijken naar artiesten in de Nederlandse scene, welke heb je echt hoog zitten waarvan je denkt van oké, ja, dit zijn gewoon legends, man? Ja, Frisco. Frisco Lijpen, ik zeg je eerlijk, nu ga ik laat die oude, nu ga ik meer naar die nieuwe. Ik heb met Lijpen in de studio gezeten, met Seven. En die mannen zijn machines, man. Ja? Ja, je hoort het vaker bij andere artiesten en producers die zeggen van als zij binnenkomen, dan is het gelijk bam bam, teksten komen eruit, liedjes daar binnen een uurtje. Over de rest kan ik niet echt praten en oordelen, maar over hun twee heb ik gezeten, ik heb gezien hoe het in werking gaat. Ja. Die mannen zijn hard. En ja. Vind jij dat de mensen van de nieuwe generatie, zeg maar, rappers, anders werken dan hoe jullie vroeger met Fresco of met... Is er iets veranderd of is het eigenlijk gewoon... Is sowieso een andere game geworden. De sound is anders. En het zijn andere soorten. Het is toch melodieuzer geworden, denk ik. Ja. En als we ook bijvoorbeeld kijken, je hebt ook een nummer uitgebracht met Vonneke Bonneke. Klopt. Ja. Die kwam een beetje uit de onverwachte hoek, hè? Niet heel veel mensen verwachten die. Wat was de reden voor jou om uiteindelijk dat nummer met haar te maken? Gewoon, ik had zin om het te doen. Ze vroeg mij, ik zei ja, gewoon kort denken, niet te veel denken. Ja, je ging gewoon af op gewoon je gevoel. Je weet toch, gewoon uit love. Ze is een lieve meid. Ik dacht, je weet toch, let's get it gewoon. Maar gewoon puur, gewoon op zakelijke basis, gewoon van, hé, laten we gewoon een pokkeltje maken. Ja, toch. Ja, ze heeft me niet eens betaald of zo. Je weet toch, als mensen dat denken. Nee. Niks van dat. Nee. Word je vaak benaderd door mensen uit die hoek, laten we zeggen de influencershoek, dat ze een track willen maken of een liedje willen maken? Ja, ik werd ook een keer benaderd door hem. Ja, ik weet niet of ik die naam moet noemen. Je weet laat, ik moet je wel, zelf kijken. Ik werd wel benaderd door een paar, maar je weet toch. Ja. Ik kijk ook naar hoe het klinkt. Je weet toch, dat liedje met Vonneke bijvoorbeeld vond ik helemaal niet zo slecht dat ze rapte. Je weet toch, het klonk redelijk goed. Ik luister naar andere gasten die het ook proberen. Je weet toch, en dan willen ze mij op die track, dan denk ik nou. Omdat het klinkt niet, je weet toch, klinkt niet redelijk goed. Ja. Dus als je het zelf zou luisteren, dan ga je er wel mee samenwerken. En het ligt ook aan wie je bent, alles. Het heeft met een beetje alles te maken, toch? Ik kan niet zomaar springen, je weet toch? Ik moet je mogen misschien en allerlei, ik moet je een beetje kennen misschien. Dus het ligt eraan, het heeft veel elementen voordat ik een keuze maak. Het is echt niet een proces. Het is een proces kijken, je weet toch? En dan mijn gevoel bepaalt. Ja, precies. Als we ook kijken naar mensen, maar dat vind ik misschien dan heel interessant. Mensen met wie je vroeger hebt gewerkt. Volgens mij had ik ook nog, voor de uitzending had ik ook tegen je gezegd. Die gasten van DHC bijvoorbeeld. Ja. Als we kijken naar die tijd. Want jullie hadden wel een soort van, echt wel een hitje uitgebracht, weet je. Klopt. En is daar nog iets? Want vanuit die kant hoor ik wel meer geluiden dat ze bezig zijn met muziek maken. Vanuit DHC? Ja, niet per se DHC, maar in ieder geval Cello en Schizo, zeg maar. Ja, ik heb hun ook een tijdje niet gesproken. Ja. Ja, ik weet niet, man. Ik weet niet wat hun ook precies doen nu, man. Ja. Ik weet niet. Maar het is wel opvallend van de rap scene. Heel veel artiesten, zeg maar, die maken met heel verschillende mensen tracks. En dan is het weer een tijdje met die, dan weer terug naar die, dan weer zo. Is het ook goed voor een artiest om afwisseling te hebben? Het ligt eraan hoe geliefd de artiest is tussen de artiesten, weet je. En als je vaak benaderd wordt en ze vragen je... En dit, in die periode werd ik wat vaker gevraagd om featurings te doen. Ja. En ik was niet de moeilijkste. Dus ik luisterde naar een track, als ik het dope vond, dan was ik erop. Ja, en dat is ook goed, dat is goed voor een artiest om consistent te zijn, toch? Ja, precies. Zit je nu ook getekend bij een label of management of iets? Ik ben bij Top Notch. Bij Top Notch? Ja. En is het ook zo dat vaak mensen die bij Top Notch zitten, die werken dan ook vaak met mensen van Top Notch zelf? Liggen misschien nog dingetjes, tracks of zo op de plank waarvan we denken van, nou, daar moeten we wel voor uitkijken. Ik heb wel een paar FT's, maar het heeft niets met topnotch artiesten te maken in mijn geval. Okay, het heeft gewoon te maken met wie hard is en wie op die track past. Ja. En kan je al iets verklappen van je EP? Wie er nog meer op komen? Ik heb een track met Robbie. Oké. Die zit bij Wilde Westen dus. Ja, kijk eens, sterk.